Hallo mensen, leuk dat jullie nu kijken naar een nieuwe video hier in mijn kanaal, Ivan Lego Plays. Ja, we gaan natuurlijk weer verder met de Uncharted The Lost Legacy. En abonneer natuurlijk even mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik het wel heel erg super tof vinden als je het wel doet. En doe vast van mijn keihard blauw duimpje omhoog als je dat ook nog niet hebt gedaan. Zou ik het ook wel heel erg super tof vinden. En let's get it, man, we gaan beginnen. Let's play. We gaan weer verder. Zo. Kom maar mee. Hoppatee. Zo, dat viel best mee. Wat nu? Geduld. Omhoog. Echt waar? Echt waar. Doe voorzichtig hier. Is dit wel veilig? Nee. Zo. Waar moeten we eigenlijk heen? Dat is een beetje mijn vraag. Verder weggaan van ons af, toch? Jawel, dit is een omweg. Dus daarom ben je altijd te laat. Oh my god! Het is maar eentje, gelukkig. Kan er mee doen. Nou, waarheen nu? Omhoog. Oké. Zo. Laten we dit maar op het huisje zetten. Nu kunnen we verder. Ik had eigenlijk al zo'n idee dat het op het huisje moet. Dus daarom dacht ik zo van... misschien proberen we het op het huisje, dacht ik. En ja hoor, het werkt. Oh my god. Oh my god, man. Kijk even rond. Wacht even. Nou, ze doet de reputatie wel eer aan. Zo. Kistje pakken. Ja. Zal ik hier mijn bal vanop gaan zetten? Oh, dat werkt niet. Lekker weer dan. Moet het dan niet hier naartoe? Huppatee. Zullen we maar geen kisten meer gebruiken? Oké, afgesproken. Kijk daar. Wat was dat? Shit. Zit er weer die gast hier, oh? Als je nog wat goedkope kantoorspullen nodig hebt. God. Nou, huppatee, weg die. Weer één minder. Zie je, het viel toch wel mee? Niet dus. Het
is echt zo gevaarlijk wat we nu doen, hè? Dit is echt zo. Hoe kom ze al boven? Dat is één. Oh, dat kan ook. Dat kan ook. We pakken die schijf. Inderdaad, Nadine. We gaan die schijf pakken. Geef dat maar hier. We moeten uitkijken, hè? Ja. Jezus. Het lijkt hier wel een antiekwinkel. Hij is wel een verzamelaar. Hoeveel denk je dat dit waard is? Genoeg om deze opstand nog een hele tijd te financieren. Mooi ding. Salah en de tijger. Misschien is hij dichterbij dan ik dacht. Vindt hij dat niet erg? Het zijn Indiaanse artefacten. Het is mijn strijd niet. Deze is voor mij. Fraser, kom eens. Dat zal het wel zijn. Afgesloten. Dat zal het inderdaad denk ik wel zijn, ja. Waar was die kaart? Het westen van Gats, Hoysala terrein. Shit. Nee, het is oké. Dit is allemaal niks nieuws. Shit. Oh, shit. Zal ik het even doen? Nee. Hebbes. Voorzichtig. We moeten gaan. Oh mijn god. Nadine. Ross. Wat een fijne verrassing. Wacht maar, broeders. Dit meisje is gevaarlijk. Asaf. Oh, dus Asaf heet hij. En jij lijkt geen dag ouder. Aardig van je. Zoek je misschien werk? Ik hoor dat Shoreline nieuw management heeft. Tijdelijk probleempje. Dat is zo opgelost. Tuurlijk. Jammer hoor. Mijn organisatie kan niemand als jij wel gebruiken. Doe jij hier? En dit. Dit is niet echt jouw vakgebied. Het is een mooie collectie, moet ik zeggen. Chloe Fraser. Verzamelaar van antiek. Een dief. Jij werkt voor een dief. Meneer, we hebben een probleem. Ik kom eraan. De schijf. Ach, ja, de schijf, ja. Aanvankelijk zag ik jou aan voor een gewone rebel. Oh. Maar je hebt zowaar het Hoysala-rijk gevonden. Dat is heel knap. Hun grootste schat. De slachtand van Ganesh. Die is zo goed als onvindbaar. Waar ben je mee bezig? 3 Persische invasies. 3 verschillende oorlogen en al die jaren later is hij niet gevonden. Nog niet. Vergeet het. De enige kans die je hebt om erbij in de buurt te komen is als iemand je helpt met het ontcijferen van dit artefact. Iemand met een uitgebreide kennis van de Hoysala-cultuur. Dat bedoel ik. Een expert. Die hun geschiedenis kent. Mijn tarieven zijn redelijk. Een parasiet.
Die profiteert van onze strijd om haar eigen zakken te vullen. Dus je zegt nee? Volgens mij is het nee. Je hebt lef. Daar hou ik van. Maar ik ben klaar met die zogenaamde experts. Dood hen. Gooi ze daarna in de rivier. Laat maar. We gooien onszelf eruit. Achter ze aan! Ja, we gaan naar de rivier, jongens. Oh, shit. Godverdomme. We worden ook nog eens beschoten ook. Woe! Kom op, Nadine! Goddomme, waar moeten we heen? Oh, ik denk hier. Huppatee! Oh! Ik moet even bijkomen, hoor! Shit! Hierheen, snel! Shit! Wat deed je daar nou allemaal? Was in elk geval effectief. Je wilde me gewoon uitleveren. Dat heet improviseren. God, ik ben tenminste professioneel. Wat bedoel je daar in godsnaam mee? Ik bedoel dat jij Asaf op ons spoor hebt gezet. Ik begin me af te vragen of jij die 50% al waard bent. Ik wist het. Je wilde me dus uitleveren. Dat is nou eenmaal de aard van het beestje. Jij weet echt niets over mij. Kleine waarschuwing. De vorige die me verraadde is nu dood. Daar is je rivier. Ja, dat is inderdaad waar. Hopelijk ook. Shit! Oké dan, we moeten gaan! Kom op! Oh my god! Oh, dit is gevaarlijk! Blink! Oh nee, die Rose heeft mijn leven gered! Ja, blijf lopen! Pas op! Oh, alsjeblieft! Ik heb je! Huppatee! Lekker! Nee, die Ross zit in de weg! Ja, godverdomme! Ik wilde aan die bord hangen! Fuck! Wow. Zoveel lastiger dan het lijkt. Oh. Staan we ervoor? Op schema. We zijn er over ongeveer een uur. Goed. De slagtand van Ganesh. Geen wonder dat de Hoysala hoofdstad werd geplunderd. Schitterend ding. Hulp nodig? Ik hoef geen hulp. Ik zou zeggen alle beetjes helpen. Nog steeds gefrustreerd over Asaf's zogenaamde expert? Komt goed. Als Asaf niet al in de Gets is, dan zit hij ons vlak op de hielen. En hij heeft wapens, transport, honderden mannen. Zoals ik zei, komt goed.
lijkt wel een soort sleutel. Misschien. Eens kijken. Oh, oké. Okay. De drietand, die was van Ganesh. De pijl en boog was van Parashurama. En de bijl was een geschenk van Shiva. Het grote gevecht. Wat? Het gevecht waarbij Ganesh zijn slagtand verloor. Ik denk dat als we de symbolen vinden, we de tand vinden. Niet slecht, Fraser. Ja, nou. Met dank aan mijn vader. Hindoemieten waren zijn ding. En ook van jou. Hij is vast trots. Het is bijna licht. Ik ga aan de slag. Goed werk. Het is wel mooi trouwens. Dit is wel ver lopen om je gelijk te bewijzen. Gewoon voor mijn gemoedsrust, oké? Nou, mooi uitzicht. Inderdaad. En kijk. Wat vreemd. Het spijt me, je had gelijk, Chloe. Dat is Hoysala? Hoysala. Het is geen modern gebouw, dus we moeten wel goed zitten hier. Wat? Vertrouw het niet. Jij vertrouwt toch niet? Nee. We zijn nu al zo'n 100 kilometer onderweg en nog geen spoor van Asaf. Bekijk het positief. Misschien zijn we hen wel voor. Kan haast niet. Ik vind die tand. Asaf is voor jou. Afgesproken. Ik zie je bij de auto. Yep. Hoofdstuk 3, thuiskomst. Mensen, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit een leuke video? Doe vast gewoon een keihard blauwduimpje omhoog. En laat weten in de reacties wat je van de video vond. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik het wel heel erg super tof vinden. En ik zie jullie bij de volgende video. Later!